Je kijkt naar beelden van een deurbelcamera aan de Rubensstraat in Ede. Het is midden in de nacht, namelijk 4:30. Deze twee mannen lopen langs de woning. Op zich niets vreemds aan, maar nog geen uur later zien we ze weer. Dit keer lopen ze naar de woning toe en bellen aan. De jonge mannen staan even te wachten, maar uiteindelijk wordt de deur opengedaan. Ze laten gelijk weten dat ze op zoek zijn naar de zoon van het slachtoffer. Ik wil wat vragen. Als mag. Ik kom netjes. Alleen wat vragen. Als een van de mannen een foto maakt van het slachtoffer, komt het gezicht van de ander het beste in beeld. Kijk even goed naar hem. Misschien herken je hem. De mannen staan in totaal enkele minuten voor de deur en blijven het slachtoffer intimideren. Ik zie een normaal gezicht praten. Alleen wat vragen. Op een gegeven moment laat de achterste man zijn telefoon zien aan zijn compagnon. En vervolgens begint hij te filmen en haalt de ander opeens uit naar het slachtoffer. Daarna rennen de mannen er snel vandoor. Esme, dit was ontzettend intimiderend. Ja, zeg dat wel. En niet alleen intimiderend, want het was ook heel erg bedreigend. Die mannen die stonden midden in de nacht aan de deur, hebben een foto genomen en hebben zelfs geprobeerd uit te halen naar het slachtoffer. Als die mannen wegrennen, dan valt er een mes uit een van de jaszakken. En daarmee is niet gedreigd, maar het idee dat je mensen aan je deur hebt staan die zo'n mes op zak hebben, nou, dat is natuurlijk behoorlijk angstaanjagend. En misschien is er iemand die het mes herkent of is iemand zo'n mes kwijt. Dan komen we graag met je in contact. Hebben jullie enig idee waar deze actie vandaan komt? Nee, we hebben echt geen flauw benul. En ook de aangever en zijn zoon weten niet waar dit vandaan komt. En daarom willen we de kijker vragen om nog eens goed te kijken naar de beelden. Of misschien herken jij ze wel aan hun stem. Ik wil wat vragen. Als mag. Ik kom netjes. Alleen wat vragen. Je ziet echt hier normaal gezicht praten. Alleen wat vragen. En meld het vooral als je één van hen herkent. Eén van die mannen is goed in beeld wanneer die ander een foto van het slachtoffer probeert te maken. Ja, ze intimideren en bedreigen het slachtoffer midden in de nacht. Nou, als je ons meer kan vertellen over deze zaak, dan kun je bellen met de gratis tiplijn of meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.